Na de vorige avond zijn vertrokken vanaf Fuerteventura, breekt de eerste ochtend aan van onze oversteek naar de Kaapverde. Ja hoor, we hebben weet. Doradertje. Yes, visje. Schiet het bed uit. Ja, mooi beest. Als hij ligt te slapen, dan vangen we vissen eraf. Gideon Pijn is in actie. We hebben net de eerste vis schoongemaakt. Hier, de shit ligt er nog. We zijn net aan het opruimen of we hebben opeens beter de volgende. Weer maai waarschijnlijk, maar deze is groter. Ja, dit is te veel voor ons, Gideon. Dat kun je niet eens eten, man. Gideon, hoe voel je je erbij? Nee, ik voel me ontzettend. Lekker. Nee jongen, moet lekker man. Nee, zo, jezus, jongens. Nee joh, het is één ziek grote maai. Met een vislijn in de knoop en een bloedbad voor een kuip hebben we genoeg vis voor de komende dag. Nou, dag 3 van onze voyage naar de Kaapverde. We zijn nu ongeveer op de helft. Dat is nog wel betekent dat we nog 450 minuten gaan hebben. Nog even taai. Het weer blijft goed. Er staat een lekker windje. Nog steeds alles in de rug. Dus we hoeven niet veel te doen. Gaan een beetje chillen. Een beetje van ons uitkijken. Een beetje boekje lezen. Nou ja, we gaan lekker. Steek voor ontbijt, jongen. Oh, als een dikke ook. Nou, ik zit hier dus boven in de mast. Dat is ziek ongemakkelijk. Omdat we onszelf gingen rekenen de ballen op tarwerpjes. Zalingen, nou, hebben we hebben het fix, ook tegen de studie uit, maar tijdelijk oplossing. En ik ga de boy Gio vragen, wil je hem naar beneden halen? Gio, wil je hem naar beneden halen? S'il vous plaît. Ja, dag 4. Nou, het is prachtig weer vandaag en het is weer te lekker in. Broodje bakken. De en chill ligt, jullie liggen tukken. En all good, we hebben gisteren even de helft gepasseerd, 440 mijl. Nu nog zo'n 400 te gaan, in totaal 88 mijl. En Gideon is officieel 3 maanden onderweg. Dus dat is ook nice. We gaan lekker. We gaan lekker in. En so far so good. Dus op een lekker riep. In Suriname. Mijn pa is over 10 dagen aan boord gekomen. En Just is de vader Gideon. Dus dat belooft weer wat gezelligheid te worden. Dan de grote crossing van 15 dagen. D7 dan aardig eentje. Maar dan moet die 15 ook wel lukken. En Heinrich de Aardroveen doet lekker. Zeker in de trade winds hoef je niets meer te doen eigenlijk. Hij zat zichzelf. Zondagochtend, nog 30 mijl te gaan. Veel aan te zicht, maar de moed zit er goed in en we zijn er bijna. Of niet, windjes? Hé? Eh? Zijn er bijna? Yes, nog 5 uur zo. 5 uur? Ja, ik kom 2:15 aan, hè? Ja, ja. Nog borrel tijd voor borrelzuimte. Kaapverde. Let's party.
Klaas Windjes. Van welk fenomeen is er momenteel sprake? Landenzicht! Landenzicht! Nou, daar in de verte zien wij de contouren van dat wat op een berg lijkt. En de Kaapverdische berg, zo geheten. Nog 20 mijl. Nog 20 mijl te gaan. Voordat wij gaan beginnen met de serieuze voorbereiding voor de oversteek, gaan we eerst nog de Kaap verder bekennen met onder andere zeilboot Annemarie en de Vaak. Ja, vandaag gaan we een beetje surfen! Vet groot schoonmaak. Kijk voor groot. Oh, gure paprika zo. Heb je na een tijdje oversteken, moet je altijd even schoonmaken. Smeer. Gaan we niet doen. De boot is schoon. Jaap en Jus zijn onderweg. Dus de voorbereidingen voor de oversteek van Suriname kunnen beginnen.